Wij verschillen wel eens van mening ergens over, ook over als het gaat om het leveren van, van wapens. Daar hebben wij wel eens een discussie over gehad tussen, tussen deze partijen. U kent mijn standpunt daarover. Ik hoor alleen niets in dit verhaal. Volgens mij beschrijft u zowel het grote leed als de kleine daden die dat grote leed wat, wat verlichten in ieder geval. Maar ik hoor eigenlijk niets van een toekomstperspectief, wat een oplossing kan bieden aan deze oorlog. En dat ben ik bij heel veel andere conflicten wel van deze zestig gewend. Dus ik zou heel graag willen horen. Eh, ik ken het verhaal: eh, wapens leveren voor de verdediging van Oekraïne. Eh, maar ik hoor eigenlijk nooit echt een oplossing voor het conflict of een weg daarnaartoe. En ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Want ik hoor dat vaker bij andere conflicten wel van deze zestig. Ik beperk het aantal interrupties in, de, in deze eerste termijn van de Kamer tot zes. Het woord is aan de heer Paternotte. Nou, Voorzitter, ik denk dat de heer Dijk ook van ons weet dat wij de, de vredesformule van Zelensky dat we die ondersteunen. Maar uh, het ging hier vanmiddag ook bij een rondetafelgesprek over. Juist over hoe, uh, uh, hoe ziet de toekomst er nou uit. En het is zo belangrijk dat we dan realistisch zijn. Want ik wil heel graag vrede. Maar Poetin wil ook vrede. Die heeft vandaag bekendgemaakt op welke manier dat dan uh, zou mogen: via Medvedev. En dat komt erop neer dat de Oekraïners de wapens moeten neerleggen, überhaupt moeten opheffen dat het land Oekraïne bestaat. Dat is de inzet van Rusland. En wat vanmiddag die experts ook zeiden is: van ja, je kan natuurlijk kijken, kan je dat conflict niet nu bevriezen op de plek waar het nu is. Dat zal voor de Russen dan één motivatie hebben om daaraan mee te werken. Namelijk dat ze dan hun leger weer kunnen opbouwen, zodat ze over drie jaar een nieuwe aanval kunnen inzetten. Dat is ook de les van de afgelopen jaren, van de annexatie van de Krim, de inval aan de donbass, MA17, Georgië. De weg naar vrede is een situatie waarin de Oekraïners weten dat ze langdurig de Russen kunnen tegenhouden. En dat de Russen weten dat ze de oorlog niet kunnen winnen. Dan is er een weg naar vrede. En dat is de enige weg naar vrede. Want met een land dat een ander land binnenvalt, daarmee de rechtsorde compleet overhoop gooit. Mensen nu uit bezette gebieden in Oekraïne afvoert naar Rusland, deporteert. En er nieuwe mensen voor in de plaats zet uit Rusland, om het een stukje Rusland te maken. Het is heel erg lastig om te denken dat daar een redelijk gesprek nu mee mogelijk is. Ja, voorzitter... Ik begrijp hier en daar de argumentatie van D66 wel, maar wat ik dus niet begrijp, en ik vind dat te simpel, u noemt twee voorstellen voor vrede, eentje van Zelensky zelf en eentje van de Russen. Nou, het lijkt me nogal logisch eh, dat met name de laatste nooit de uitkomst daarvan kan zijn. Daar volgens mij eh, zijn we het daar snel over eens. Maar doet u uzelf niet tekort door alleen maar deze twee te noemen en niet op zoek te gaan naar grotere ja, grotere landen die ook zouden willen meehelpen om te kijken om dit conflict uh, op te lossen. Er zijn toch veel meer wegen die wel naar langdurige vrede zouden kunnen leiden. Die misschien niet de uitkomst heeft die u bepleit of die ik bepleit. Maar waar wel in ieder geval één een staak dat vuren van zou kunnen komen, uit voort zou kunnen komen. En twee misschien voor de langere termijn wel een oplossing zonder al het bloed vergieten omdat wereldleiders het niet met elkaar eens zijn. Ja, een staakt het vuur zouden de Russen misschien wel fijn vinden om eventjes te kunnen hergroeperen, nieuwe wapens te kunnen maken en opnieuw te kunnen aanvallen. Dat is wat de deskundigen vanmiddag ook zeiden. Kijk, dit is een beetje waar wij in de SP uiteen gaan. Wij willen heel graag vrede. Er wordt op heel veel plekken ook over gesproken. De Oekraïners willen dat natuurlijk al helemaal. Niet voor niets heeft Zelensky als eerste zo'n voorstel gedaan. Maar aan het begin van de oorlog ging de SP op een gegeven moment een demonstratie houden voor vrede. Maar tegelijkertijd zeggen we moeten geen wapens naar Oekraïne sturen. Dat is een hele korte route naar vrede. Want als de Oekraïners niet meer kunnen doorvechten, dan houdt dat land op te bestaan. Staan de Russen wel duizend kilometer verderop in Europa aan de grens van Polen, Roemenië? Ik denk dat de weg naar vrede is dat wij een situatie helpen creëren waarin de Russen de oorlog niet kunnen winnen en op dat moment daardoor maar beter naar vrede kunnen koersen. Want de intenties van de Russen die zijn glashelder, die zijn zelfs op de Russische tv heel open gemaakt. Ze willen Oekraïne overnemen. Niet een stukje, maar het hele land. Want ze vinden dat het land niet bestaat. Dus, voorzitter, dan begrijp ik in de wereld van D60, of de, naar de mening van D60, is dat alleen maar dat we voldoende wapens leveren, dat Oekraïne zich kan verdedigen en dan komt er vanzelf vrede. Dat kan toch niet, dat kan toch niet het verhaal zijn? Dat kan toch niet het enige verhaal zijn? Want dat, dat haal ik hier nu uit. Dat is wat ik hier nu uithaal. Dus ik ben benieuwd naar D60 wat de verschillende stappen zijn. Om uiteindelijk naast het leveren van wapens. Hè, ik zei dat net al, wij hebben daar als partij vaak uh, steun aan gegeven. Niet altijd, maar vaak steun aan gegeven. We maken iedere keer een afweging. Maar dan vind ik het nu wel wat simpel. Dat ik eigenlijk het enige wat ik hoor, is dat u zegt. Ja, Oekraïne moet zichzelf kunnen verdedigen. Eén. We constateren, u zelf net ook al, dat is al niet gelukt, omdat 1 vijfde al, uh, al, uh, al door de Russen is ingenomen. Nee, maar de, de, u kunt dan raar kijken, maar wat is dan uiteindelijk op de langere termijn? Stel dat dat zou gebeuren, wat u zei, dat Oekraïne inderdaad de wapens heeft uh, om zich te kunnen verdedigen. Wat zou dan op de langere termijn het beeld van vrede zijn? Want u zegt namelijk steeds dat Rusland toch niet zal stoppen. Ja, voorzitter, de Russen zijn uitgenodigd voor een vredesconferentie in Zwitserland en zeggen we komen niet. Want we vinden dat het moet vooraan op de voorwaarden van Zelensky. En een van die voorwaarden is dat Oekraïne kan blijven bestaan.